Hoe uniek denkt u nou dat het is dat die 6 generaties hier teruggaan in het Zeehelder kwartier? Ik heb me laten vertellen dat het heel erg uniek is. Als ze trouwen, gaan ze naar een andere buurt. Maar bij mijn generatie, mijn familie, die is hier allemaal gebleven. Met mijn dochter, die andere woont op de Zeilsingel. Bent u daar trots op? Ja, heel trots, ja. Want ik zou het ook heel erg vinden als ze de buurt uit zou gaan. En dit zijn de 4 generaties bij elkaar in het Zeehelder kwartier. Maar het Zeehelder bloed van de familie gaat nog verder terug in de tijd. Dat heette zo vroeger. Toen oma klein was, toen werd die geen oma genoemd, maar er werd opoe gezegd. Nou is het oma. Hier hebben ze gewoond. Mijn opoe en opa. Dat is al heel lang geleden, is dat. De familiegeschiedenis begint zo'n 100 jaar geleden in het Zeeheldenkwartier. Kwartier. In totaal dus 6 generaties. Kijk, dat zijn ze eigenlijk, die mensen. Dat is de ouders van mijn vader. Sjaan dreigde 2 keer door woningrenovaties uit de wijk te moeten verhuizen, maar dat vertikte ze. Ik wou zelf niet over de brug bij de meelfabriek wonen, want dan was ik mijn buurt kwijt. Dat is een andere buurt. Dat is het. Maar het is maar 1 brug verder. Ja, dat is het. Dat is, misschien is het wel heel, heel lullig of zo. Maar zo voel ik het eigenlijk. Nou heeft je moeder net gezegd van ik wil hier niet weg, ik ga hier niet weg. Geldt dat ook voor jou? Ja. Ik had 2 keer een korte uittrip, dat ik dan gescheiden was. Maar nee hoor, gelijk hier weer. Toen moest ik uit mijn koophuis. Dat was ook in deze buurt. En dan ben ik gewoon weer teruggevlogen. Ik zal het eventjes alvast tegen mijn kleindochter zeggen. De moeder van die kindertjes. Dat ze een beetje op moeten porren. Als ze een beetje ouder zijn, dat ze hier in de buurt moeten gaan wonen. En niet over de brug? Niet over de brug, nee.